Les heb je gedaan, hè? Ja, nou, we gaan gewoon een lekker een beetje vooruitblikken, dacht ik. Ja. Want de zomer staat voor de deur, dus dat betekent dat er weer heel veel nieuwe films en series worden opgenomen. Waaronder ook het tweede seizoen van de serie Sof. Mm. Nou, voordat het seizoen 1 werd uitgezonden, werd meteen al aangekondigd dat er een seizoen 2 zou komen. Nou, dat zijn ze dus nu aan het draaien. Ik mocht al een kijkje nemen op de set en ik kan jullie al nu al mededelen dat het ongelooflijk een leuke serie gaat worden. Heerlijk. Heel veel vertrouwde gezichten, maar ook een paar nieuwe gezichten. En Lies Vissendijk die heeft al het een en het ander verklapt over de nieuwe serie. Kijk maar mee. Ik weet helemaal niet of ik mag verklappen, maar ik doe het gewoon. En die staat ineens voor de deur. Het mag, het mag. Het mag, oké. We hebben een scoop. Mijn vader die komt. Je vader? Ja. Ja, mijn vader die is er. Met een hele grote, hele oude Mercedes camper met allemaal Indiase beelden erin. En dat is een ja, maar die hebben we dus nog niet gezien in de serie. Een lekkere oude hippie is het. Die ook wel van een jointje, die ook wel een jointje lekker vindt. Dus Sof zit heel veel borreltjes te drinken naast de vader en die zit dan te blowen in die camper. Die staat hier op het erf. Ja, wij mogen in onze handjes knijpen met Bert Luppes. Ja. Dat vind ik echt geweldig. Dat is een grote held van mij. Dus ik denk dat... Oh ja, en jij had hem aangedragen dan ook? Ja, zeker. En we zijn allemaal een beetje verliefd op Bert Luppes. Dus dat komt mooi uit. Dus dat was een heel unaniem situatie was dat. Ja, nou, Bert Luppes. Enig. Die gaan we zien in het volgende seizoen. Is een heel grote acteur, een heel grote, goede toneelacteur, ook toneelregisseur. Ja. Maar ook Robert de Hoog, die maakt zijn entree in de serie. Ach, wat ja. Het is genoeg input voor nieuwe spannende verhaallijnen. Ja. Alleen, we moeten wel een tijdje nog op wachten, pas na de zomer op te zien.